Yes, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Max en welkom weer in een nieuwe video. Het is maandag en zoals elke maandag staat er weer een leg day op de planning. Dus we gaan de beentjes weer lekker trainen. En deze training ga ik gewoon uitgebreid aan je laten zien. Dus ik ga er gewoon even helemaal doorheen lopen. En de eerste oefening van de dag is de hack squat. Vreselijke oefening, maar wel een hele goede, met name voor je bovenbenen. Ik heb echt gemerkt, sinds ik deze gewoon doe, echt zwaar ook, dat mijn bovenbenen echt behoorlijk zijn gaan groeien. En ja, ik vind dan ook wel chill, omdat het wel de meest intensieve oefening en ook gelijk de meest kut oefening van de dag is, om daar dan gewoon mee te beginnen. Dus als die vrij is, begin ik mijn leg day meestal met de hack squat. Ik deed hier eerst een paar opwarmsetjes. Ik ging namelijk 3 werksets doen met 100 kilo, dus daar naartoe moet je dan eerst even opwarmen. Ik deed eerst gewoon met het apparaat zelf. Daarna 20 kilo, 40 kilo, 60 kilo. En zoals je net zag, zat er uiteindelijk 100 kilo op de stang. Of op de stang, op de machine. En die ging dus 3 setjes doen. Mijn rep range, zeg maar, zit een beetje tussen de 6 tot 8 herhalingen. Dus dat betekent dat ik, nou, meestal als ik 3 setjes doe, een beetje daartussenin wil blijven. Alleen, dit was de eerste keer dat ik 100 kilo deed. Dus het lukte me niet om alle 3 de sets binnen die rep range te blijven. De laatste 2 ging ik er iets onder. Maar dat maakt ook niet uit. Het was de eerste keer dat ik 100 kilo deed. Ik moet zeggen, ongeveer 1,5 week daarvoor was de laatste keer dat ik een hack squat heb gedaan. Want de week hiervoor, zeg maar, ben ik een beetje zieker geweest. Dus had ik maar 1 keer benen getraind. En dat was de benen training waar de hack squat niet in zat, zeg maar. Dus de laatste keer dat ik had gehack squat was ongeveer 1,5 week terug. Toen deed ik met 95 kilo, deed ik volgens mij 8,76. Ja, 4 uur behoorlijk tegen. Deed ik volgens mij 8,76. Dus toen vandaag wilde ik toch maar weer voor die 100 kilo gaan. Die eerste set haalde ik dus 6 herhalingen. En dit is de tweede set die ik deed. Hier kwam ik volgens mij uit op 5. En ik merkte hier dat het echt behoorlijk pittig was. Wat ik zeg, ik wilde een beetje tussen de 6 tot 8 herhalingen blijven. Nou ja, dat lukte helaas niet. Maar als je een rep range hebt, en een rep range is bijvoorbeeld zoals bij mij 6 tot 8 herhalingen, is het echt geen ramp als je een keer 1 of 2 herhalingen onder zit. Zolang je dan de keren daarna maar wel weer toewerkt naar die rep range. En dit was de laatste set. En zoals ik net ook al zei, wat ik zo fijn vind met de hack squat is dat je gewoon echt tot falen kan trainen. Omdat bij normale squat is dat heel blessuregevoelig natuurlijk, met die stang in je nek. Maar hier kan je zonder risico gewoon echt tot falen trainen. Nou ja, en als je wil weten hoe dat eruit ziet, dan moet je nu even kijken. Ik had hier 4 herhalingen gedaan. Ik dacht, hop, we gaan er nog 1 doen. 1, 2. Nee, helaas. En dat is zo fijn, weet je wel. Dan zit je op je hurken en dan, ja, is er in principe niks aan de hand. Kom je gewoon weer even omhoog en dan moet je gewoon al die schijven er even afhalen. En dan trek je dat ding zo omhoog. Nou, niks het handje. En dat is dus wat ik zo fijn vind aan die hack squat. Dat je gewoon echt goed bij falen in de buurt kan trainen. Oefening 2. Ik moet er nu alvast bij zeggen. Ik ga nu niet meer elke set van elke oefening laten zien. Dat geloof je denk ik wel. Ik deed het alleen even bij de hack squat. Oefening 2 is de ab crunch machine. Deze deed ik ook 3 setjes. En dit is dan een oefening voor de buik. Nou ja, echt een top oefening voor die blokken. Om die blokken ermee te creëren, zeg maar. Kijk, waar heel veel mensen er fout bij ingaan bij het trainen van de buik, is dat ze oneindig sit-ups gaan doen of weet ik het wat. Je buikspieren zijn ook gewoon spieren, net als elke andere spier. Dus train gewoon zwaar die buik. En dicht bij falen in de buurt. Ik doe deze altijd een beetje tussen de 12 en 15 herhalingen. En ook gewoon echt dicht tegen falen aan. 1, max 2 herhalingen van spierfalen af. Vaak ook helemaal tot falen bij die oefening. En ik heb ook daarbij gemerkt dat die blokken gewoon behoorlijk snel gaan groeien. Omdat je dus gewoon zwaar traint. Dit is de standing calf raise machine. Dat is een oefening, nou ja, voor de kuiten, logisch. Er liepen de hele tijd mensen door mijn beeld. Ik heb alle 3 de sets heb ik bij deze gefilmd. Dit was nog degene waarbij de minste mensen door mijn beeld heen liepen, zeg maar. Dus, maar het is altijd een beetje chaos hier. Omdat je je camera dan, of dat ik mijn camera dan aan de overkant, aan de overkant van dat looppad moet gaan zetten. Ze lopen de hele tijd mensen door je beeld heen. Maar goed, je snapt hem wel. 3 setjes, 15 tot 20 herhalingen. En die oefening is dan bedoeld om kuiten te bouwen. Gaan we door naar de volgende oefening. De seated leg curl. Oefening voor de hamstrings. Mijn favoriete oefening voor de hamstrings. Ook bij deze gewoon lekker dicht bij falen in de buurt trainen. Als het kan, gewoon lekker tot falen. Het is een oefening, ja, ik moet wel zeggen, kijk, deze seated leg curl machine is wel echt heel chill. Ik weet, ik heb een tijdje bij Basic Fit getraind en bij Big Gym en zo. Daar hadden ze ook een seated leg curl, maar die vond ik wat minder chill. Die was van Matrix. Deze vind ik wel echt heel lekker. En ja, ik zit even naar mezelf te kijken, want ik zie hier, het is ook voor het eerst dat ik dit terugzie. Soms ik kijk echt naar mezelf, jongen. Dat ik denk van, joh, als er mensen zijn die langslopen, die denken echt dat ik 8 verschillende TIA's krijg of zo.
Maar nou ja, dat is dus hoe je gezicht eruit ziet als je echt dicht bij falen in de buurt traint. De volgende oefening is de leg extension. Dat is de laatste oefening alweer van de dag. Ik doe maar 5 oefeningen. Als je 5 oefeningen doet, waarvan 3 voor je benen. En je doet 3 werksets. Echt alle 3 gewoon echt volledig tot falen. Of in ieder geval 1 tot max 2 herhalingen van spierfalen af. Geloof me, het is meer dan genoeg. Als jij 6 beenoefeningen kan doen of zo, dan train je niet zwaar genoeg. Echt niet. Maar goed, leg extension dus, 3 setjes. Dit was de eerste set die ik heb gefilmd. En zoals je ziet zat ook hier een behoorlijke stek op, 110 kilo. We spelen hem bijna uit. Ik moet zeggen dat ook deze de afgelopen tijd echt behoorlijk snel omhoog is gegaan. En de set die ik je net liet zien, dat was mijn eerste set. Dit was mijn laatste set. Omdat ik hierbij echt ook weer spierfalen bereikte. En dan even voor je beeldvorming kan je dan een beetje zien hoe dat eruit ziet. In ieder geval, dit waren de laatste paar herhalingen van deze training ook. De training zit hierbij op. Ik hoop ja, dat je er wat aan hebt gehad, dat je de training een beetje leuk vindt. En dat je wat inspiratie op kunnen doen voor jouw leg days. Nou, dit is dus wat ik bedoelde met tot spierfalen. De laatste herhaling duurde echt 10 seconden. Maar goed, mooi geweest. Dit was de training. En we zijn alweer een paar uur verder, maar ik was nog even vergeten om de video af te sluiten. Dus ik hoop dat je het weer een leuke video vond, dat je iets aan de training hebt gehad. Als het zo was, doe even een duimpje omhoog. Ben je nieuw op dit kanaal, vergeet dan ook niet te abonneren. Want elke woensdag en zondag om 4 uur komt er gewoon weer een nieuwe video online. Dus like als je hem leuk vond, abonneer als je nieuw bent. Ik weet niet dat ik het nu met mijn vingers doe, maar je snapt hem wel. Laat even beneden een reactie achter als je nog wat anders kwijt wilt. Dit was het voor vandaag en ik zou zeggen tot de volgende. Doei!